Hey Tjerk, leuk dat je even langskomt om te kijken naar de Nike Junior Tour voor de nationale finale op dit moment. Wat vind je van het toernooi en van de sterkte van de spelers? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit net een beetje rond te kijken en ik ben natuurlijk een beetje uit het jeugdtennis. Maar aan de andere kant, ik vind het altijd wel interessant te kijken wat het niveau is. Ik vind het echt indrukwekkend als ik gewoon die kleine gastjes zie tennissen en hoe mooi ze het ook vinden. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, ja. Behalve het niveau, is het ook gewoon mooi om te zien hoe geïnspireerd spelers zijn. En dat is vooral hier, natuurlijk, die gasten wel helemaal nieuw, hè, uniek om op grasbanen te staan. Dus, ja, dat is wel mooi om te zien. Ja. Hey, en jij bent, ik weet niet precies, ik geloof in 1900, wanneer was je precies in Zuid-Afrika? 2000. Oh, in 2000, ja. En kun je het een beetje vergelijken met wat je toen ook, je bent toen als coach met het Nederlands team van de Nike Junior Tour gegaan. Wat vond je daarvan? Nou, sowieso natuurlijk ook toen voor die kinderen, de unieke ervaring. Hè, zo ver weg, in Zuid-Afrika inderdaad, zat in Sun City. Ja. En dat is al op zich al een ervaring, hè? Weg van je ouders. Dus dat was al goed voor ze. En aan de andere kant was het niveau toen ook erg hoog. Ik kan me herinneren dat Nadal daar stond te spelen. Nou goed, als we het hebben over een ongelooflijke topper. 8 jaar na dato, laat maar zeggen. Ja. Of 9 jaar nu. Maar hij is natuurlijk een paar jaar geleden won hij al Roland Garros. Dus 4 jaar geleden geloof ik al. Dus kan je nagaan hoe snel het kan gaan. Ja. Toen speelde hij tot en met 12. Nou, toen zag je natuurlijk al van dat is een potentiële topper in de top. En dat heeft Nike toen al goed gezien, want volgens mij was hij toen al helemaal behangen door Nike. Dat was geweldig. Nou, echt een super evenement ook, die Masters. Maar het mooiste eigenlijk nog steeds, vind ik eigenlijk zelf, is de beleving van de mensen. Ook van de spelers, omdat ze toch iets unieks meemaken. Maar ook van de mensen die er in de organisatie zitten eromheen. Weet je voelt gewoon met elkaar dat het een bijzonder evenement is. Het is anders dan een gewoon toernooi waar je bij wijze van spreken iedere week een van hebt. Dus die sfeer proef je echt. En ik denk dat voor de kinderen zelf, voor de spelers, fantastisch is. Ja. Echt heel goed om mee te maken. Ja, ik denk dat je al heel veel dingen gezegd hebt. Maar wat vind jij nou, denk jij, belangrijk voor deze kinderen wel, om dit toernooi te spelen? Je zegt al een paar dingen, denk ik. Maar wat vind jij als een Nike Junior Tour, wat die kinderen mee moeten krijgen om een betere basis te krijgen om straks inderdaad een grotere, betere speler te worden? Nou ja, kijk, in eerste instantie is het natuurlijk mooi om nu al bij de jeugd bij de beste te horen. Dat is leuk, ook interessant en dat is ook goed. Dan moet je ook niet zeggen dat dat niet belangrijk is. Maar uiteindelijk, om echt een goede tennisser te worden, blijft het natuurlijk belangrijk dat je aan je tennisontwikkeling werkt. En dan zeggen we de uitslagen zulke wedstrijden mij niet zoveel. Het gaat erom dat je nu tussen je 12e tot je 18e, die hele periode, het hele proces, daar moet je gewoon knetterhard werken. En straks als je 18, 19, 20 bent, dan moet je er staan. Weet je, dus je moet je ook niet blind staren op van nou, ik ben nu de beste. Ja, dat is leuk voor je, maar uiteindelijk gaat het er straks om. Ja. En dus aan dat hele proces, daar moet je gewoon keihard aan blijven werken, aan die basis. Maar goed, het begint wel met een stuk enthousiasme en beleving. Weet je, en als je dat hier al niet hebt, ja, dan kan je een beetje stoppen. Want dit is natuurlijk al eigenlijk een schitterend podium om te tennissen. Met op de achtergrond een geweldig mooi toernooi. Ja. Nou, Tjerk, hartstikke bedankt voor deze input. Ik wens je heel veel succes met Raymond Sluit, de halve finale straks. En zoals je al zei, we maken ze allemaal gek hier, toch? Nou, joh, als we hetzelfde enthousiasme hebben als die kinderen hier, dan komt het helemaal goed. Hey, super. Dankjewel, Tjerk.